Ik ben Ruud Bakker. Samen met mijn vader Dolf Bakker vliegen we onder de naam RC Bakker en specialiseren wij ons op de dag van het vluchten. Sinds 2007 hebben wij besloten om de dagfond serieus aan te pakken en hebben we ons gemeld in Ermeveen bij Gerard Koopman. Toen en nu in onze ogen de beste dagfondduiven. En eigenlijk is dat ook wel gebleken, want sinds 2007 ze hebben we elk jaar zelf het aantal toppers mogen kweken die eigenlijk onze vaandeldragers tot op de dag van vandaag zijn. De laatste jaren hebben wij gelukkig wat vaandeldragers mogen kweken. Dat zijn Valitas onder andere. Die wint 4 keer top 10 NPO dagfondvluchten. Germany, 3 keer top 10, waaronder een eerste NPO Blois. Jean, 5 keer top 10. En als afsluiter eigenlijk wel Artis, eerste nationaal sector 3, 14.000 duiven, Isendun. En nog een 6e en een 9e NPO. Daar zitten kinderen van onder in deze veiling. En ja, die hebben ook al werkelijk fantastisch gepresteerd. Vorig jaar hebben wij besloten om te verhuizen. En de grootste reden eigenlijk is dat wij alles op één locatie willen hebben, dus de kwekers en de vliegers, en wat meer ruimte willen. En daarom hebben wij samen ook besloten om in zee te gaan met EPW en daar onze vliegduiven aangevuld met wat zomerjongen te verkopen. In deze veiling wordt aangeboden de 358, een rechtstreeks kind van onze Germany. Die vloog als jaarling een 9e NPO op V. Hebben wij 2 kinderen uitgekweekt op het vlieghok. Die vliegen eigenlijk ook al fenomenaal. Eén daarvan is de 458. Die vliegt een eerste NPO en een tweede NPO. Een volle zus van de 458 is de 457. Die vliegt een eerste NPO en een tweede NPO. Ook in deze veiling bieden wij aan de 027, een Davin van 2017. Een van onze beste Davinnen die we ooit gehad hebben eigenlijk op het vlieghok. Duif was elke week aan de kop. Ze vliegt 3 keer top 10 NPO op de dagfond. Maar ook nog op de midfond vliegt ze top 10 NPO. Ook bieden wij aan de 104, een duivin van 2017. Zij is een dochter van Mr. Waltz. Mr. Waltz werd duifkampioen afdeling 7 op de eendaagse fond. Zelf vliegt de 104 een 3e NPO en een 4e NPO top 10 NPO dagfond. De 001 is een jaarling duivin, een van onze grootste talenten wat ik zelf denk. Die vliegt dit jaar een 3e tegen bijna 12.000 duiven. En een 14 dagen later een 3e NPO Vison tegen 4.500 duiven. Ik denk dat het werkelijk een supertalent is. Eind 2021 komen al deze vliegduiven met aangevulde zomerjongen in de veiling op EPW. Wij willen de kopers bij voorbaat alvast bedanken voor het gestelde vertrouwen in onze duiven.